Welkom. Kort filmpje over het leven van een cel, oftewel de celcyclus. De cyclus, zegt het al, is een cirkel en het leven van een cel speelt zich af volgens zeer vaste stappen. Als we beginnen bij hier, dit punt in tijd, is dat die cel die gaat eerst groeien. Een groot deel van zijn celleven, van zijn leven van een cel, ja, bestaat uit groei. Die cel is net ontstaan, dus die moet groter groeien. Dan moeten er van allerlei zaken moeten er geregeld worden. Er moeten meer organellen komen, er moet meer cytoplasma komen. Dus die cel die moet groter worden, er moet meer inhoud aan zitten. Als die aan het eind van het groeipunt, of van die groeifase is, de G1-fase, dan komt er een controlepunt, een controlemechanisme om te kijken, is de cel echt klaar met groeien? En is alles aanwezig ook om DNA te kunnen verdubbelen? Als dat zo is, dan loopt die door naar de tweede fase, hier de S-fase genoemd. Daarin gaat hij zijn DNA verdubbelen, dus DNA-replicatie vindt hier plaats. Is dat klaar, dan wordt hij weer gecontroleerd. Zit dat DNA goed in elkaar? Is alles in orde? Dan kunnen we door met de laatste groeifase. En hierna vindt de mitose plaats. Waarin je dus gezien hebt dat die mitose, dat die cel zich gaat delen. Eerst kerndeling, daarna cytokinese of celdeling. En dan ontstaan er twee cellen. Na die twee cellen hebben we weer twee jonge cellen, twee nieuwe cellen. En die ook weer deze drie stappen doorgaan voordat ze weer bij de mitose aankomen. Nou is vaak de verwarring over wat is nou interfase en wat is nou mitose. Nou, dit gedeelte is mitose. Het geheel van G1, S en G2 fase, dat wordt interfase genoemd. Inter als in tussenfase, tussen wat? Ja, tussen de deling. Dus het leven van de cel, hij staat letterlijk in je binos, vlak boven de mitose en meiose. 75a, neem die erbij, kijk er nog eens naar, er staat veel informatie ook bij. De celcyclus. Erg belangrijk, helemaal nu we bezig zijn met mitose en meiose. Oké, heel veel succes.